welkom op ons YouTube-kanaal. Abonneer en druk even op het belletje. Okidokie. Doei. Blauwe duimpjes. En abonneren. Doei. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, we zijn een hele tijd zijn we al wakker en Daan ligt nog altijd boven in bed. En hier is de kat en Linda is even met haar zus naar een oom van haar. Is die daar ook even op bezoek en ja goed, kunnen ze dat ook lekker gelijk. Lekker gezellig kletsen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, ik zou zeggen, kijk in ieder geval gezellig mee. Heel veel kijkplezier vandaag. En geniet van de beelden wat ik ga maken. Nou, dus weekend. Normaal hebben we dan voetballen, maar vorige week hebben we afgesloten. En we zijn blij dat het weer weekend is. Dus we zijn ook hebben heerlijk geslapen, lekker geontbeten. En heerlijk koffie gedronken. Dat is wel fijn. En hier is de kat. We hebben hier ook een en ander hebben gedaan. Ik heb even een vlog van ons opgezet. Kan ik wel even laten zien. Tadaa. En ik heb hier beneden heb ik alles geveegd. En de hamster heb ik ook naar beneden gehaald. En de vaat is weer ingeruimd. Ja, daar liggen boterhammen vandaan. Voor als hij wakker is. En kijk eens. Zwembad heb ik al aan. Dus... dat hebben we ook gedaan. En ik heb de was heb ik aangezet, wat we gisteren niet meer hadden kunnen doen. Dus goed, ik heb me verzorgd en aangekleed. Linda is weg. Ja. Dus het is weer fijn dat het ook weer weekend is. Ja, ik ga vanmiddag ook even naar mijn familie toe. Even daar op bezoek, even een kopje koffie drinken en zo. En dat soort dingen allemaal. Maar dat doe ik vanmiddag en dan gaan we heerlijk genieten, zou ik zeggen. Dus ik wil dadelijk ook nog even naar boven, even de was verzorgen. En wie is hier wakker? De hamster. Hallo. Hallo manneke. Ja, en wie komt erbij kijken? Wie is dat? Hallo mensen. Ja, je hebt het ook warm, hè. Daarom heb ik het boven ook vaak dicht gedaan. Ook voor de hamster ook wat koel te krijgen. Dus, hij is nou wakker. En dat is wel weer fijn. En de kat zit ook hier. Dus, we gaan heerlijk genieten vandaag. En, dat is dat. En dan neem ik jullie vandaag gewoon gezellig mee. Dus mocht ik ergens naartoe gaan... ja, uiteraard naar familie. En ik kom onderweg wat tegen, dan laat ik het jullie sowieso zien. Dus, en anders zien we jullie straks wel weer. Dus maar voor nu zeg ik even tot wat later. En dan gaan we heerlijk genieten nogmaals. Ja, ik weet dat ik te vaak dat zeg, maar ja. Het is wat het is. Dus in ieder geval, dat is dat. En tot. Zo, ik sta hier boven op de waskamer. En kijk wat ik nog gedaan heb, want ik heb niet gezeten. Kijk. Ik heb de was heb ik weggewerkt hier, dus en ik heb de bedden heb ik hier opgemaakt, dus dan is dat ook alweer klaar en hier ook. En Daan is ook wakker, want anders maak ik de bed niet op. Ik heb nog een tafel klinkt en Daan is daar lekker op de bank aan het zitten. Hoe lang moet de was nog? Oh, 3 kwartier en is die was ook alweer klaar. Dus het is heerlijk weer vandaag. Dus wat wil een mens nog meer? Ja goed, we moeten nog wassen vandaag. Daar is Daan, de hamster is hier. En ik wil inderdaad met de hamster even gaan beginnen. En dan neem ik jullie daar ook gezellig in mee. Zo, kijk, ik heb de spullen heb ik al gepakt. Dus ik ga jullie neerzetten en dan neem ik jullie mee met het verzorgen van de hamster. Zo, ik ga beginnen.
Dan is dat beestje ook weer schoon. Hè? Even water leeg gooien. Zo. Heb ik even omgespoeld. Dus dan gaan we even de kooi eraf halen. Ja, laat dat maar even lopen. Ja, ook nou. Oei, oei, oei. Hallo, manneke. Ja, je stopt alles in de buiten. Ja, ja goed, dat is te begrijpen met die warmte. Daar ben ik. Oh, dat is Daan. Ja. Zeg maar hallo mensen. Hallo mensen. Ja, doe maar even eruit. Het is gewoon gemaakt op de koffer. Nee. Wel dat bakje mag je even schoonmaken. Hallo. Hey. Papa, kijk, als je pony omdraait, dan kan snuffelen. Ja. En dat willen we niet hebben. Nee, even bak schoonmaken. Hallo. Ja, hey, je mag het even een beetje uitdoen. Daar. Wat? Kom eens even. Wacht. Dan kan je die even met, kan je even een beetje met water schoonmaken en dan pak je dan even keuken op. Kijk. Dan is dat. Nee, dat heb ik al omgespoeld, joh. Okay. Doe maar het voerbakje even onder water en dan pak je keuken op en maak je het zo in. Is het beschimmeld? Nee. Hey, wat dacht je daarvan? Ja, ik durf hem niet zo te pakken, dus... Papa, ik doe dit, ik zet hem even aan met water en ik vind het gewoon schoon. Nee, of niet? Ja, je moet er even uit. Zo, heb ik hem toch gepakt. En hij blijft met dat broodje blijft even lopen. Oh, nou gaat hij het eten. Kijk, dames en heren. Ja, dat is lekker, hè? Oh, het zit op jou. Zo, hè? Ja. Oh, dat is lekker, hè, jong? Ja. Eten, papa. Is dat broodje of wat is dat? Ik weet het niet precies. Daar is gewoon wat. Wat is het? Wat is het? Is het is dat eten? Ja, laat hem is de wandjes vol uitmaken? Ja, dat is toch mooi? Oh, zet even het voerbakje even... Oh nee, dat is zo'n knaar. Zet even dat voerbakje even daar neer. Het is zo'n koekje voor de hamsters. Ja, maar ik ben ook, toen ik het schoon was aan het maken, is ik een beetje nat geworden. Snuffel heeft het opgegeten. Hij is nu iets aan het zoeken waar hij dat kan verstoppen. Hé! Hey. Kijk dan! Ja. Hij heeft dat hele bolletje. Het zijn zakjes, hè? Och, 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 wat heb je dat vis gemaakt? Is dat niet nee. Zo, dat is dat. Ja, is jouw kooi. Is jouw kooi. Wacht even. Oh. Even aan de kant. Dat die mij hier even op de plaats. Oh, laat hem even lopen, want hij zit de hele week eigenlijk in principe in de kooi. Ja. Allee, daar. We gaan het fijne hooi. Hoe voelt dat? Ja, dat is wel fijn. Oei. Nou, gaat die geluk. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Ja. Zo een beetje, hè? Ja.
tot je doet helpen aan. Ja, want dat heb ik bijna nooit gedaan. Nee. Wat doe je dan normaal? Gamen. Te gamen, hè? Zo. Ja, zand. Mag je... Dat in. Ja, mag je die pakken? Heb je die schoongemaakt? Ja. Kom in hier met een bakje. Kom in hier met een bakje. Is dat maar op de grond? Op tafel, anders ben je hier. Is goed. Kom maar even... Oh! Maar een beetje. Dan doen we het zo. Kijk, dan doen we het zo. Hé! Hey. Ja, wat ben je doen? Ja, dan kun je heerlijk wandelen, hè? Zo. Dan gaan we de voerbak vullen. Ik ga even het zand doen. Het zand? Oh, dat maakt niet uit, dat ruim ik dadelijk wel op. Hoef je niet te doen, joh. Oh, wilt hij toch doen, maar goed. Nee, joh, niet op de grond. Ik had al geveegd, maar ja, goed. Dat is niet erg. Nou, dan is de Hans in ieder geval alweer verzorgd. Ik vind de voet niet fijn in de voeten. Nee, dat denk ik. Zo, dan mag je even water pakken dan. Ja, ik vind dat dadelijk wel even op. Zij toch, had ik er even kunnen doen. Ja. Kijk, en dan gooien we dat gewoon hierin. En dan gooien we die zak gewoon in de container. En dan is de hamster alweer klaar. Heb je water gegeven? Wat is dat dingetje? Dat ligt daar. Ja. Daar ligt het dingetje. Goed zo, jong. Daar, nee, andere kant. Dat? Nee, andere kant. Ik moet even omdraaien. Ja? Doe maar aan deze kant, joh. Dat is die dat is die gewend. Hoe ga je het zo doen? Anders... Zo, dat is nog genoeg. Ja? Ja, is toch goed. Nou, dan is de hamster in ieder geval al klaar. Ja. Mag je hem nou op de kast zetten? Dan ga ik heel even de boel even hier opruimen en even de tafel een beetje schoonmaken, een beetje vegen en dat soort dingen allemaal. Ik ga even vegen. Dat gaan we eerst even doen en dan is het ook weer schoon. Zo, we zijn even wat verder en kijk, de hamster is helemaal verzorgd. Alleen, Daan is nog even een wortel voor hem aan het schillen. En ja. Dan zijn we helemaal klaar. En Linda is er ook alweer. Hallo. Dus die is daar op bezoek geweest. Hoe was het daar? Ja, goed. Goed zo. Nou, prima. Is dat ook alweer gebeurd. En Daan is hier wortel aan het schillen. Kijk je alleen uit met je vingers? Ik ben een beetje die... Ja, hij is goed aan het helpen dus vandaag. Dus in ieder geval, ja, dat is dat. En dan krijgt hij dadelijk nog zijn wortel. En dan zijn we bijna klaar, want de was had ik ook aangezet. En alles is schoon hier. Klein half uurtje en dan is de was klaar. Want ik ga boven ook even alles even dicht doen. En dat soort dingen allemaal. En dan blijven boven tenminste een beetje koel. En dan is dat in ieder geval ook alweer klaar. Dus in ieder geval, voor nu zeg ik even tot wat later. En dan spreken we ons wat later. Zo, ondanks de warmte heb ik toch even hier beneden zover alles dicht gedaan. Ja goed, rol ik achter, kan ik niet dicht doen. En ik wou lunch gaan maken. Ik maak die al open. Wij eten worstenbroodjes ga ik maken en sausenbroodjes. Dus dan gaan we even kijken. En Linda is boven de was op aan het hangen. En dan heb ik hier nog een... was, dat zijn alleen handdoeken, grote handdoeken, omdat ze gisteren gezwommen hebben, dan is het wel weer fris. Dus dan wordt dat ook weer schoon gewassen. Dus ja, dan zijn we weer blij. Dus ik ga hier even kijken hoe lang dat moet. Ja, is makkelijk. Zo, en dan ga ik voorverwarmen, ga ik de verpakking openmaken en dan kan ik het zo erin doen.
Zo, kijk, ik heb het even uit de verpakking gehaald. En dan kan ik het dadelijk zo, als de oven dadelijk warm is, want die is heel vlug warm, moet ik zeggen. Dus is wel een voordeel. Ja goed, en dan ga ik dat erin doen en dan kunnen we dadelijk heerlijk lekker lunchen. En dan kan ik het ook dadelijk tegen Daan en Linda zeggen, maar Linda wist het al. Dus in ieder geval, even wachten nog en dan als hij piept, dan gaat het erin. Zo, ik ben maar even wat verder. Tenminste, de oven heeft gepiept. Ik ga jullie heel even neerzetten. Anders verbrand ik dadelijk mijn handen en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Zo, dit is makkelijk dat dit in karton is, hè. Hopla. Zo. En start. Nou, kan het hier blijven staan. En dan ga ik even bordjes even pakken. Zo, is wel fijn, hè? De carnavalsbordjes. Zo, nou. In ieder geval, dat is dat. Ik moet er even kleine 8 minuutjes nog wachten. En dan is die ook klaar. Dus, maar dat schiet al op. Dus in ieder geval, ik wacht nog even. En dan kan ik eventjes nog even zitten. En dan ga ik ze pakken. Zo, Daan is ook beneden. En de oven is ook klaar. Dus, hopla, hopla, kijk of je er 3 wilt eten, nou goed, merken we dadelijk wel, hè? Kijk, ik ga jullie heel even neerzetten, dat is wel wat makkelijker, hè? Yes. Linda ook gelijk nog een sausijse broodje. Zo. Nou, ga ik het heel even brengen. Zo, ik laat het lekker afkoelen. Dus ik ga het heerlijk meenemen. En dan ga ik even hier aan tafel zitten en dan gaan we lunchen. En kijk, heb ik voor Linda ook. Ja. Daan ook, heerlijke worstelbroodjes. Dus wij gaan heerlijk lunchen en dan gaan we weer verder. Yep. Zo, kijk, we hebben de lunch lekker op. Ja, Daan is nog bezig met eten. Linda heeft het ook op. Dus we hebben de buik weer lekker rondgegeten, hè? Ja. Dus dat was wel heerlijk. Laat de oven even afkoelen. Nou, dus in ieder geval, we gaan nog even lekker chillen en even zitten. En dat soort dingen allemaal. En even lekker uitrusten. Dus in ieder geval, dat is even voor nu en dan spreken we ons later. Zo, we zijn weer even een tijdje verder en we hebben ook even administratie gedaan, Linda. Ja, en daar boven aan gamen met een vriendje. Ja. Ik heb hier lekker alles dicht vanwege de warmte, want ik ga nog heel even weg. Ja, en, ga even naar familie. En ik hou me even rustig op de bank, ik hou de was even in de gaten, die moet nog direct die opvangen. Ja, want het is zware meer... Ja, voor de rest, ja. Vandaag al een heel rustig dagje. Ja, dat hoort er ook wel eens bij, hè? Alleen ja, goed, ik ga weer weg. Dus vanmorgen hebben we dingetjes gedaan, dus dat hebben we ook allemaal gehad. Ja. En dan is het nou eigenlijk lekker een beetje relaxen, maar ik ga dan even weg. Nogmaals. Erbij. Ja, met stressverzorging. Ja. Hij heeft, soms heb ik voor die weekend even rustig aan, want even tijd. Kijk, Daan heeft een worteltje geschild. Ja, klopt, ja. Linda. Dus dat is ook wel allemaal gedaan. Dus ik ga met de scooter even een rondje rijden. Of met de scooter even daarheen. En dan, mocht ik wat onderweg tegenkomen, dan film ik het. En dan, en anders zien we ons strakjes thuis. Dus in ieder geval, voor nu zeg ik even tot wat later. Want ja goed, ik ga er nog naartoe. En dan, Dus, toedeloe. Ik ben nog even ergens gestopt. Ik heb de scooter even daar neergezet. Dus het was heel erg gezellig. Ik heb koffie gedronken en dat soort dingen allemaal. En dan ben ik even in Hoensbroek beland. En dan weet ik niet of familie ook is. Maar kijk eens.
is de kermis. Dus ik zal de camera even omdraaien. En dan zal ik een blik even werpen. Weet je, blik werpen. En dan geniet in ieder geval van de beelden wat ik ga maken. Yes, dus in ieder geval, ik ga hem omdraaien en dan zien jullie de rest. Zo. Kijk, dit is de trampoline. Daar kan je lumpia's. En kijk eens, een hele mooie zweefmolen. Net de zweefmolen van de Efteling. Super. Dan gaan we even een rondje maken. Wel heel mooi, met ook die vlaggen en zo. Dus hier is de lumpia. Daar is het glas. Glas waar Daan in geleen is geweest. Dat is hier. Kijk hier. Hier stond vorig jaar wat anders. Nou staat dit glaspaleis staat hier. Ja, dan gaan we die kant op. Daar staat de viskraam. Die had ook in Geleen gestaan. En hier zijn speelautomaten. Daar ook een speelautomaat. En hier een schieten. Kun je zelfs een miniscooter winnen. En hele mooie prijzen. Dat is een fruit chocola. Dat is wel mooi. Het is heel erg stil. En hier heb je voor de kleintjes. Kijk. Oh, nou doet hij niet. En daar staat de suikerspin. Hier is de oliebollengebakskraam. En daar is touwtje trekken. Dat is ook altijd heel leuk. De gebakskraam. Hier is blikwerpen. Zo. Hop. Yay. En wat staat hier? Hier had Linda graag in gewild als het op het Schouwburgplein was geweest. En dan heb je hier blikwerpen. Het grijpautomaten. Have fun. Yes. En hier heb je grijpautomaten. En hier is de minicar. Stond ook een heer al op bij de Schouwburg. Hier op die kermis vandaag. Is gisteren open gegaan. Nostalgie draaimolen.
popcornkraam. Daar is de blikwerpen. En dan de grijpautomaten. En dat blijft doordraaien. Chic. En dan hebben we hier Dumbo. Nou, en hier dat is de kermis op Hoensbroek. Jongens, we gaan weer handen in de wolven en we gaan ze roepen. We wachten hier aan zien, let's go. Draaimolen nogmaals. De olifantjes. En dan daar. Gezellig. En daar is de zweefmolen. Dat is de zweefmolen. En dan heb je hier nog ballen gooien. En daar is dan nog eentjes. Rapen of vangen, eentjes vissen, altijd wel leuk, top, dus ja, en zo is de kermis in Hoensbroek. De mooie de zweefmolen. De trampoline. Nou, ik ga naar de scooter en dan ga ik richting huis. Ik ga de kermis verlaten. Ik heb gezegd dat ik naar huis ging. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van die kermisbeelden hier in Hoensbroek. Dus in ieder geval, ik wist het, want ik zag die borden staan en het was gewoon fantastisch. Dus in ieder geval, ik ga richting huis. En even nog tussendoor. Hier heeft vroeger Bristol heeft hier gezeten. Hier komt nou een Aldi supermarkt, dus die komt hier ook in Hoensbroek, de tweede geloof ik, weet ik veel. Maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus in ieder geval, voor nu zeg ik even tot wat later. En je ziet me ook wel later, dus in ieder geval, ik ga richting, jullie weten het wel. Ik ben even bij de Lidl gestopt. Ik had inderdaad gezegd dat ik naar huis ging, maar ik moest toevallig even bij de Lidl zijn. Want ik moet waspoeier hebben. En ja goed, die ga ik meestal hier bij de Lidl halen of in Duitsland. Dus dan ga ik even kijken of ze het hebben en dan ja, neem ik het mee. Nou, ik heb het gevonden. Hier hebben ze alleen die dingen. Dus dan neem ik eentje van mee. Dus op naar de kassa. Zo, ik heb de waspoeier.
€5. Ja, dat is niet duur. 2 kilo. Ja. Hebben we dat ook weer in huis. Dus ja, in ieder geval, dat is dat. Ik ga met een scooter en ik zeg Lidl, dankjewel voor de waspoeier. En die gebruiken we altijd. Is goed merk, moet ik zeggen. Hij was zich heel erg goed schoon, dus mocht je het in de buurt een Lidl hebben, is een goed product. Echt. Niet gesponsord, zelf gekocht. En ik ga nu echt naar huis en dan zien we ons thuis. Oh, ik ben weer thuis aangekomen. Hier is Linda, daar is Daan. Maar ik ga weer, want ik ga even tanken met de auto. Zo, wij zitten in de auto, Daan zit naast mij. Dus in ieder geval, ik ga naar tankstation en dan kan ik wat benzine bij tanken. Tot zo bij tankstation. Zo, ik ben hier bij tankstation, dus ik ga heel even tanken. En dan... hij begint overal te piepen. Dus dan gaan we even benzine erin doen. Zo, ik heb me getankt, dus ik ga de riem omdoen. En dan, daar hij is de ruit schoon aan het maken. Dus, maar in ieder geval, dat is dat. Hij blijft ermee spelen. Hè? Nou, laat hem maar. Dat, nou, zijn ramen wel extra schoon. Ja, dat is waar. Kunnen we beter kijken. Hè? Dus in ieder geval, wij gaan richting huis toe. Ruikt zo lekker. Ja, dat denk ik. Waarom? Ja, dat is dat spul. Hè? Dus in ieder geval, ja, het is nou heel erg stil, want hier is in het zuiden is dit weekend Pinkpop. Dus dan, wat is dat? Dat is rockmuziek is dat. Dus ja goed, dat is dit weekend. Maar goed, dus in ieder geval, wij gaan richting huis toe en dan spreken jullie dadelijk thuis. Zo, ik ben weer thuis aangekomen en daar is Linda. Linda was een beetje aan het slapen, hè. Ja, het is een beetje van de drukke periode wat we hebben gehad. En zijn we toch af en toe ook wel een beetje, ja... Gelukkig heb ik echt zo'n dag van boven. Ja. En hier is de kat. Hè? Ja. Dus in ieder geval, ik ga mijn schoen even uit doen en dan gaan we langzaam eten maken. Wat we eten, dat blijft nog even geheim. Zo, ik sta nu in de keuken en ik ga eten maken. Die hebben we sowieso nodig. De wokpan hebben we nodig. En de oven. Zo, gaan we broodjes bakken? Nee, we gaan lekkere dingen maken. Nou, ik zal het even laten zien. Dit is voor Linda. Ik denk dat die in de magnetron... Ja. Die gaat in de magnetron op een bord. En ik en Daan eten... Shawarma. Lekker. Zo. En dan hebben we sausjes erbij. Oh, oh, oh. En dan komt Linda. En wie heeft die? Oh, ik heb die. Oh, een beetje voorzichtig, hè? Dat is de hamster. Ook dat doen wij met de hamster. Dus, ja, dus bakboter hebben we nodig voor te bakken. En dan doen we heerlijke pita broodjes erbij. Kijk. Lekkere grote pita broodjes. Jee. Gezellig, gezellig. Nou, ik ga eerst even de oven. Of ik ga eerst even bakboter. Erin doen. En dan gaan we beginnen met eten maken. Zo. Even kijken, de oven. Normaal hebben we die kleintjes, hè Linda? Ja, maar nou wat jij van zegt. Daan is niet zo dol op die pita broodjes. Het is zo zwarme vlees. En uit Walter zit wat ik papa mee. Ik ben zelf ook niet zo dol op zwarme vlees. Ik denk dat niet mijn lekker bami horen mee. Lekker klaar, makkelijk vandaag. En Walter had zich nou, dan neem grote pita broodjes mee. Maar ik ga nog even tafel dekken. Zo. De kat verzorgen. Dus heb je dan ook aan het eten. Ja. Het wordt een heel rustig weekend. Morgen gaan we eens vaderdag lekker ontbijten. Oh, we klappen het weer. Maar morgen, dat zien we morgen wel weer. Dan moet ik hier lekker zwemmen achterom. Ja. Een soort poolparty houden we aan een beetje barbecue. We zien wel hoe het schip strandt. Laten we het daar op. Lekker rustig weekend. Even bijkomen van alles.
van alle hectiek van de laatste tijd. Ja goed, we hebben het toch wel redelijk druk gehad de laatste tijd. En ja goed, dan hebben we een weekend heerlijk rustig. Want nou met dat voetballen is hartstikke leuk en ook heel erg geweldig. Maar dat is ook een moment om even tot rust te komen. En dat is ook wel weer fijn. Even kijken hoe dat... Oh! En dan gaat Mami Goorn eten. Oh ja, stond er al. Ja, dus dan doe ik even wat kaartjes intrekken. En even kijken hoe lang dat moet. En dan is het 11 minuten. Dan zet ik die zo aan. En dan kan dat ook gemaakt worden. Dan ga ik hier aan de gang. Want die moeten dan ook nog een paar minuutjes. De pollepel. Normaal maak ik en Linda wat lekkers, maar ik zeg ja, ik heb eens een keer zin in shawarma. En dat is ook alweer een keer lekker. Ja. Even omspoelen. Beetje Oh, ga jij koken? Oh, wat een wonder. Ik doe even roeren. Wat ga je doen met de tafel? Ja, ga maar verder met de tafel, hè. Ja, want je doet nog wat boter bij. Nee, dat is genoeg boter. Ja, die sausjes even op tafel, heerlijk. Knoflook en cocktail, dat vinden wij wel lekker. Ja, dat is ook wel weer fijn. Ook dat we weer thuis zijn. Yes, nou in ieder geval, dat gaat hier. Dat is wat hoger. En dan ruimen we dat dadelijk wel even op. Ik heb voor de kat al uitgelegd. Oh, de magnetron kan je dicht doen. Kan dat al aan? Ja, hoeveel minuten moet dat? Ja, die heb ik al klaarstaan. Doe maar een 1 minuut? Nee. Doe maar dicht. Dat is 11 minuten ongeveer. Maar dat is... In de tussentijd moet dit warm worden. Oh ja, daar. Sorry, ik had me verkeerd. Zie daar, hè? Nou, Linda is de tafel en dat wat jullie zien. Ik heb de kat heb ik uitgelegd. En, ja goed, dat gaat dadelijk op tafel. Dat hebben we dadelijk wel op. En kijk eens, dit warme vlees zit in de pan. En kijk zo groot. Het is, ja, ze zeggen ik kom brood daar. Dus die moet nog even warm. En dan kan dat ook erin. En van Linda zit er ook in de magnetron, dus die kan dan ook weer even zijn gang gaan. En dan kunnen we daar heerlijk lekker eten. Want Linda is niet zo dol op dit soort vlees. Nee. Nee. Ja, dat kan. Maar één matje, ja. Goed zo. Ja, ja. En dit is dan, ja. Dat zien jullie dan wel weer. Ja, weet je, ja. Linda de kat verzorgen. Of doet de kat Linda verzorgen? Ik doe de kat verzorgen. Dat zou wat zijn. Dat is de kat Linda me kan verzorgen. Grapje. Ja. Het is ook altijd gezellig met de kat. Ja. Ja. Nou, de oven is klaar. Oei, even kijken of ik ze allemaal erin krijg. Dat zijn grote broodjes, hè? Zo. Kijk hoe ik ze erin heb. Moet je opletten. Tadaa! Nou, start. En dan kunnen ze warm worden. Dus wij gaan even hier nog verder. Oh ja, wacht. Linda heeft de tafel gedekt. Ik moet alleen nog even drinken op tafel zetten.
Maar dat komt wel in orde. En dan ja, is het ook wel weer fijn. Tot we dadelijk lekker kunnen gaan eten. Dus we gaan nog even verder en dan is het dadelijk zo klaar. Zo, we zijn weer even wat verder en ik zag dat de broertjes voor jou, die zijn klaar. Hopla. Nou, dan ga ik die heel even op tafel zetten. Het eten van Linda moet nog 2 minuutjes. En dan kan dat ook even heerlijk afkoelen. En dan staat dat in ieder geval op tafel. En dan dadelijk het vlees afgieten als het eten ook klaar is. Dus dat gaan we even doen en dan... Oké. Oh, jullie weten het wel. Zo, het eten van Linda is ook klaar. Dus ik ga eerst even dit even afgieten. Zo. Zo gaat de boel en zo draait het door. Even hier. Linda pakt het al van haar eten. Zet ik dit alvast in de magnetron. Ja? Nou, in ieder geval. Dat is dat. Oh, wacht. Ik wil dat even uitzetten. Want even allemaal een beetje koeler worden. Nou, in ieder geval, het eten is aan tafel. Ik ga dan ga ik roepen. Ja. En dan kunnen we heerlijk lekker onze koningsmaaltijd eten. Nou, in ieder geval smakelijk eten. Smakelijk. Zo, we zijn weer even een tijdje verder en we hebben heerlijk gegeten. Daan is weer naar boven, die is met zijn vriendjes hadden gebeld. Of die een spelletje wou doen boven, of gamen. En dan zijn ze met z'n drieën aan het gamen. Dus, maar wij gaan de boel hier opruimen, ik en Linda. En ja. Dan... kan ik de aanrecht ook weer schoonmaken, hè? Dan gaan we lekker om zoveel douchen. Wij tweeën beginnen om zoveel. Want dan is het kerstkamp douchen. Nou, wij gaan lekker douchen en wij gaan lekker voor een film. Ja, wat voor film weet ik niet, maar dat... Dat weet ik wel. Dat horen jullie morgen dan wel weer. In ieder geval een Nederlandse film. Ik ga hier ook even alles schoonmaken en dat soort dingen allemaal. Dat gaan we eerst even doen. En kijk eens de kat. Hallo. Hij ligt heerlijk op de stoel. Dus... wij gaan aan de slag en dan hebben we dat dadelijk gedaan. Zo, we zijn weer even een tijdje verder. En kijk eens, de tafel is weer afgeruimd en weer schoongemaakt. En ik heb de aanrecht weer mooi schoongemaakt, inclusief de spoelbak en het gasfornuis. En daarbij hoef ik het nog niet neer te zetten, want we hebben weekend. Yay! Zalig, yes! Dus koffiezetapparaat staat ook uit. Linda is zich boven aan het douchen. Ik ga me daar ook heerlijk douchen. Daan is nog aan het gamen. En de hamster is ook hier. En dan ja, ga ik bij deze de vlog ga ik dan afsluiten. Ik heb nog een vlog van ons opstaan. Oh, was ik worstelbroodjes aan het maken. Dus ja goed. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten. Het was een hele leuke dag. Ondanks de rustige dag. En daar komt de kat. Huh? En dan, ja goed, hebben we het weer voor vandaag erop zetten. Dus ja, in ieder geval, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Wat Linda altijd zegt, druk even blauwe duimpje aan. Abonneer even op ons YouTube kanaal en het belletje even aanklikken. Want dan mis je nooit een video van ons als wij... als ik een video online zet. Dus in ieder geval heel veel kijkplezier nog. En dan wens ik in ieder geval, mogen jullie zelf invullen. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Doei, namens Linda en Daan en mij. Doei, tot morgen.